Francesco Pecoraro, of Pecoraro, dat weet ik niet hoe je het precies moet uitspreken. Dit is een Italiaanse auteur die nu die in 1945 geboren is, die dus even over de 70 is. En ik denk dat dit zijn eerste boek is, want ik kon op internet niks vinden over deze man. Er is geen Wikipedia-lemma. Andere boeken worden niet genoemd, dus ik neem aan dat dit een soortement debuut is. Nou, dat is dan ongelooflijk dat je op je 70ste nog debuteert met zo'n boek. Het gaat over een man die op een vliegveld zit, Sharm el-Sheikh. En die wacht op zijn aansluiting naar het vliegtuig naar Rome. Maar dat vliegtuig dat heeft vertraging, dus het duurt allemaal een beetje langer. Hij zit daar dan op dat vliegveld en overdenkt zijn leven. Het is een echte babyboomer, net als ik. En die, die ziet zijn hele leven aan zich voorbij gaan. En dat leven wordt ook in deze roman beschreven. Achterwaarts, zal ik maar zeggen. We beginnen vrij aan het eind van zijn leven en we gaan langzaam naar het begin toe. Zijn kindertijd in Rome. Het is een wonderlijk boek. Het is een man die constant aan het mopperen is. Ik weet niet of de hoofdpersoon moppert of de schrijver zelf. Dat is allemaal niet zo duidelijk uit te maken. Maar het is een paar honderd bladzijden ongelooflijk gemopper. Maar wel geestig gemopper. En ook wel gemopper wat to the point is. Ik vond het een fascinerend, ongelooflijk boek. Er staan ook stukken in waarvan ik denk, nou, die had hij eruit moeten laten. Er wordt bijvoorbeeld een heel lang verhaal gehouden over de Spitfire, wat voor een prachtig vliegtuig dat toch geweest is. Rome, de stad Rome, daar wordt verschrikkelijk veel narigheid over verteld. Het moet een vreselijke stad zijn, althans volgens deze schrijver. Bladzijdenlang gezeur over de stad Rome, maar dan komt er weer een gedeelte over de baas-knechtverhouding in een bedrijf. Dat heeft hij dan zo ongelooflijk goed beschreven en zo prachtig. En ook met een vrouw die daar een rol in speelt. Ja, alles bij elkaar is dit een wonderbaarlijk, ongelooflijk boek. Voor mijn gevoel is dit het mooiste boek wat ik in 2017, ik heb het op de valreep van 2017 nog net aan het eind van het jaar geleverd. Het mooiste boek wat ik in 2017 onder ogen heb gehad.